Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Koorneef Westland. Nog een paar minuten en dan vertrekt de Alpe d'HuZes. We nemen u in deze uitzending mee naar boven op de berg gisteravond voor een geweldige barbecue en heel sfeerrijk gebeuren. En dan vandaag gaan we verder voor u de Alpe d'HuZes gaan wij met veel plezier volgen en in beeld brengen. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, make me this, brings me up, brings me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me. In 2006 mocht ik met Ellen van Antwerpen de Ride for the Roses fietsen. In 2009 mocht ik met haar de Samenloop voor Hoop afsluiten. En een paar weken geleden, 2011, mocht ik de Samenloop voor Hoop met haar starten. Er is veel gebeurd in het leven van Ellen. En vanmorgen gaat Ellen de Alpe d'HuZes beklimmen. Ellen, hoe kom je daar naartoe? Ja, sinds ik leukemie heb gehad, pak je van alles aan om iets te doen voor het onderzoek naar kanker. Jij was een gigantisch afgetrainde sportvrouw. En op zeker moment, dan gaat het niet meer. Nee. En dan? Ja, in de zomer kreeg ik last van vermoeidheid. En, zag ik er slecht uit en ben ik naar de dokter gegaan. En, ja, die dacht dat het een virale infectie was, iets van vijver. Nou, doe maar rustig aan. En uiteindelijk is er leukemie geconstateerd. Hoe teleurgesteld ben je dan? Ik kan niet zeggen dat ik echt teleurgesteld ben. Maar ja, je leven staat even stil. Je leven staat even stil. Ja. En hoe pak je dat dan op? Ja, er was maar één weg en dat was behandelen. En ja, die weg sla je dan in. En het enige wat je hoopt en wat je in je achterhoofd houdt, is dat het ooit weer beter wordt. Heb je wel eens gewanhoopt? Ja, af en toe wel, maar heel diep van binnen heb ik altijd wel geloofd in een goede afloop. Ja. Sylvester, ja, want jij heet tegenwoordig persoon, hè? Ja. Sylvester, wat gebeurt er nou met een man als zijn vrouw zo ernstig ziek wordt? Ja, het is denk ik moeilijk te beschrijven wat je dan precies door je heen gaat. Maar wat Ellen zei, we kwamen in zo'n sneltrein terecht ineens. Dat je eigenlijk alleen maar er voor haar wil zijn. Hoe belangrijk is hij voor jou geweest in dat hele proces? Ja, enorm belangrijk. Zonder Sil had ik het niet. Had het heel anders geweest. Nou ben je genezen. Nou, dus, jullie hebben beide feest gevierd, neem ik aan. En hoe is leven nou veranderd voor je? Ik leef veel meer van nu. Ik leefde veel meer in de toekomst altijd. Altijd plannen hebben voor de toekomst. Heb ik nog steeds wel. Want je hebt altijd wensen en je wil altijd dingen doen in de toekomst. Maar ja, je geniet wel meer van de dag. En ja, dat vind ik zelf heel waardevol. En hoe is dat voor jou, Sylvester? Ja, ook. Zeker weten, ja. Ja, ik was altijd best wel gehaast of wat dan ook. Dat zal ik misschien nog steeds zijn. Maar ik merk wel dat ik wat meer rust heb en veel meer probeer te genieten van de dingen. Nou, morgen gaan jullie samen die Alp op. Wat zal het gevoel zijn boven? Ja, onbeschrijfelijk. Ik weet nog steeds niet wat ik moet verwachten daarvan. Maar ik ga ervan uit dat het heel mooi wordt. Ja, ik denk hetzelfde. Je hoort allerlei verhalen van mensen die het al eerder gedaan hebben. Dat het zo mooi is en zoveel emoties ook loskomen. En ja, ik heb ook zoiets, ja, laat het maar gewoon gebeuren. We zien er wel wat er komt. Marjan Boom, Alpe d'HuZes, de Alpe d'HuZes, hoe was het? Ja, hartstikke leuk. Ja, het viel me heel erg mee. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Word je gedragen door het publiek? Ja, ook. Ja, het was heel erg druk onderweg. Nu al, vandaag. Dus morgen helemaal natuurlijk. En dat is erg leuk. Saar, je hebt die bult ook bedwongen, hè? Hoe ging het? Het was geen grapje. Want? Nou, het ging eigenlijk goed, stoere praat. En ik denk, dat ga ik even doen voor mijn neef, Kees Telduinen, die is ziek. Dat ga ik even doen, maar bij de laatste 3 bochten, dan knapt er iets. En uiteindelijk denk ik dat hij vandaag nog meer voor mij heeft gedaan als ik voor hem. Dione Voskamp. Ja. Van de week op de Glandon beloofde jij dat je de Alpe d'HuZes zou gaan rijden na 2 weken training. Hoe is het gegaan? Nou, aan het begin was het wel zwaar, maar ik dacht ik ga niet stoppen, dus ik deed gewoon eten door. Wat doet dat nou met moeder Jolanda? Ja, volgens dit was echt mijn zwaarste beklimming gewoon. Ik heb vanochtend, ik was echt helemaal wit en zenuwachtig en ik ben zo blij dat ze het gehaald hebben, want het is... Ze doet er nu makkelijk over, maar het is echt heel zwaar geweest voor haar. Ik heb gisteren gefietst en het is echt niet niks. Zeg even 1 keer hoe trots je op haar bent. Waanzinnig trots. Echt dikke kus. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. De Alpe d'HuZes is natuurlijk een evenement voor fietsers, maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En Marco, jij bent met de Westlandse jeugdactie aan het ondernemen. Ja, dat klopt, Alfons. We hebben met een aantal scholen in het Westland afspraken gemaakt om in de week van de Alpe d'HuZes of in de periode daarna sponsorlopen te gaan doen, zeg maar, ja, om geld in te zamelen voor het goede doel. En welke scholen doen daar aan mee? De Vlieten in De Lier, die lopen op 10 juni. We hebben de Rijke Vorstenschool in Hoek van Holland, die lopen op 29 juni, net voor de vakantieperiode. Dan hebben we nog de Achtsprong in De Lier, die lopen in september. Die hebben net de loop voor UNICEF gehad en die hebben het iets verschoven. En we hebben nog de Immanuel School in Monster en die lopen op de dag dat wij gaan klimmen. Nicolien, gigantisch gefeliciteerd, want het is gelukt. Het is me helemaal gelukt. Het was een zware strijd, ja? Maar het is geen wedstrijd en we hebben wel de strijd gewonnen. En daar hebben we het voor gedaan. Jij hebt dubbel de strijd gewonnen, je hebt ook kanker overwonnen. Ja, ja, dat heb ik 3 keer overwonnen, 2 keer overwonnen. Ja, en hij moest die berg, die moest er ook even van geloven. Daarom hadden we als doel gesteld dit jaar, Sjaak weer gaat er morgen 6 keer fietsen. Ik wilde hem dus de Alpe d'HuZes fietsen. En hoe trots is hij nou? Ja, gigantisch toch. Het is toch geweldig zoiets, dat je dat helemaal kan doen, dat is toch fantastisch. Dat, ja, ja, we hebben het samen gedaan. Vanaf, dus ik ga dat doen. Dat gaat niet alleen, dat moeten we samen doen. Ja. Dus ook dit doen we samen. Jullie hebben ook samen de strijd tegen kanker gewonnen. Tuurlijk, dat hebben we ook samen gedaan. Ja. Dat kan je ook niet alleen. Dus. Ze hebben het samen gedaan, dames en heren. En met die geweldige uitspraak van Nicolien en van Sjaak nemen wij afscheid vanaf de Alpe d'HuZes. En morgen zijn we er graag weer bij. Albert Heijn Koorneef Westland wenst Team Westland veel succes met de voorbereidingen voor Alpe d'HuZes.